zat er in de hoek van de tuin een wolf verscholen, heel angstig. Een dag na de vondst van een wolf in een achtertuin in Doetinchem worden beelden van het dier, dat uitgebreid is onderzocht, volop gedeeld op social media. Het geeft een inkijkje in een niet alledaagse werkdag van Henk Lutte, de vaste wildlife dierenarts van Burger Zoo. Ja, ik werd gebeld door de politie via de meldkamer. De politie die had gezien dat, of kreeg een melding van particulieren dat ze achter in de tuin een wolf hadden. Nou, eerst in het begin wat ongeloof, maar goed, toch politie gaan kijken. En inderdaad zat er in de hoek van de tuin een wolf verscholen, heel angstig, achter een hegje. En die dacht, nou, hier zit ik nog enigszins veilig. Op zijn minst een bijzondere situatie, ook voor u als dierenarts. U bent toch heel wat gewend? Ja, ik ben wel gewend om met wilde dieren om te gaan. Ik verdoof ze ook nog regelmatig. De wolf zat er natuurlijk aan te komen. We hebben inmiddels wat meer wolven als dat misschien voor sommigen ons lief is. Maar goed, dat hij dan ooit eens een keer de bebouwde kom in gaat, dat is niet zo uitzonderlijk. Maar deze die had zich daar, gehuisvest wil ik niet zeggen, maar die had zich daar verscholen. En dat is onwenselijk, dus moest hij eruit. U zegt verscholen. Wat was de toestand van het dier? Nou, dat wisten we op het moment van verdoven natuurlijk nog niet. Hè. Op het moment zie ik een beest liggend met hele grote kijkers van oh god, wat gaat er nou gebeuren? Gelukkig waren de eigenaar van de tuin die waren heel rustig. Dus die hadden niks opgeschrikt, dus het beest bleef ook heerlijk liggen. Ik moest toen wel eerst kijken een beest te verdoven. En als ik hem dan verdoven, kon ik hem helemaal goed nakijken. Dus op dat moment weet je nog helemaal niet, heeft hij een gebroken poot? Is hij gezond? Is hij aangereden of niet? Maar goed, bleek allemaal erg mee te vallen achteraf. Maar dat weet je van tevoren natuurlijk nooit. Nee, dan gaat u het dier lijfelijk onderzoeken. Het is ook wel enigszins fascinerend, denk ik, om het dier van dichtbij te kunnen aanschouwen. Ja, wolf is een prachtig mooi dier. Groot, een hele grote hond. Hè. Ik denk dat hij 40, 45 kilo gewogen heeft. Een jonge reu was het. En we hebben in het verleden in Burgers Dierenpark wel wolven gehad. Dat praten we wel over 20, 25 jaar geleden. Dus ik weet wel een beetje hoe een wildvee in elkaar zit. Overigens is het niet zo gek veel anders dan een hond. Dus het is alleen een hele grote en heel snel en een super atletisch beest. Intrigerend dier. Nou zagen we ook dat op enig moment werd gezegd van het lijkt wel wijs wat actief toch? Wakker, zo zou je het niet kunnen noemen. Maar tijdens de verdoving gaf hij toch wel wat signalen af. Dat is normaal? Dat beest dat knippert wel met de ogen. Maar dat is een prettig gegeven voor een dierenarts. Want dan weet je wel dat hij nog leeft. Dus dat is het enige wat hij gedaan heeft. De rest heeft hij geslapen als een os. Kon ook echt niks gebeuren. Ik weet wat erin gegaan is. Hoeveel erin gegaan is. De dosering is ook bekend. Ik had hem redelijk goed geschat qua gewicht. Pijltje trof meteen doel. Achter in zijn bil. Dus ja, moeilijker was het eigenlijk niet. Dit is de bewuste pijl waarmee de wolf is verdoofd? Ja, dit is het pijltje. Daar zat dan wel de vloeistof in. Die zit inmiddels in het beest. En na 5 minuten slaapt hij zijn roosje. Wat is het vervolg geweest met de wolf? Nadat is geconstateerd dat hij verder in orde was? We hebben gekeken of hij helemaal gezond was. Nou, dat was hij. Super fit. Wat aan de magere kant. Maar goed, een goeie haan is niet vet. Dus wat dat betreft eigenlijk niks aan de hand. En daarna is hij weer losgelaten. In de vrije natuur, niet in de bebouwde kom.